beginnen met de 6 nummers voor het Songfestival. Wat staat ons allemaal te wachten en hoe klinkt het vooral? Ja, het was natuurlijk een echt... Na deze dag heb ik toegeleefd. Want het was natuurlijk een strijd der titanen. Al die liedjes die werden ingezonden. 350 in totaal. Ja. En het was hopeloos, sommige stukken. Ja, maar uiteindelijk zaten er 6 goede tussen. Ja. Waarvan 1 geschreven door de mannen aan mijn rechterzijde. Ja. Ja, heren, hoe is dat precies gegaan? Want Jeroen, kijk in de Vegte. Ferdi Bolland natuurlijk. Ja, voor de mensen die het niet weten. Jeroen, jullie hebben natuurlijk met de radio, met Ruud de Wild, hebben jullie dat op een gegeven moment opgezet? Hè? Nou, het was eigenlijk Gordon zijn eigen schuld. Want die riep toen bekend werd dat de toppers naar Moskou zouden gaan, zei hij van iedereen mag een liedje insturen. Ja. Dus toen dachten wij van RuudDeWild.nl, nou, dan gaan we ook een liedje maken. Ja. Maar dat, ja, tekstje maken, dat moet lukken. Maar we moeten natuurlijk wel iemand bij hebben die daar fatsoenlijk muziek... Hoe kwam je bij Ferdi? Serieus, het was het eerste wat me te binnen schoot. Dus ik denk, laten we Ferdi proberen. Ja, goed idee. Hij heeft altijd goede ideeën. Heb jij wel eens eerder voor het Songfestival geschreven? Nou ja, heel lang geleden met mijn ex-vrouw Sander Remer. Mijn broer in Israël. En Daan International, ook in Israël. Nee. Maar ook het winnaar. Dat hele showblok tijdens Eurovision hebben toen gedaan. Oké, nu even naar dit nummer, man. Hoe heet het nummer? Jullie nummer is... Everybody can be a star. Ja, ik kan het al zingen. Show the world, baby, who you are. Sing and goed doen, joh. Oké, misschien is het dan wel zo ver om ze gelijk even allemaal door te nemen. Nou, dat is dus Everybody Can Be a Star. This is our night. Oké, dat is de tweede. Ja. No one loves me like you. No one loves me like you. Je hoort het vroeger. No one loves me like you. Ook leuk. Angels of the Night. Angels of the night. Ja, meer zeg ik niet, hè. And shine. People let your light shine. Let your na 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 na. Ik ben nu al de tekst uit. En dan de laatste. Three is the magic three number. Three is the magic number. Try it and you will see. Dit vind ik wel leuk, al. Ja. Het is echt wel leuk, hè. Het klinkt allemaal leuk, hè, man. Everybody can be a star. Lekker wel. Goed, voordat dit hier één grote amazing gehalte wordt, mannen. Wacht heel even. Jij hebt meer ervaring natuurlijk dus nu ook met het Songfestival. Mm-hmm. Hoeveel kans denk jij dat de mannen hebben dit jaar? In Nederland is het natuurlijk een mega echte toppers. Ja. In het buitenland wellicht nog groter. Nee, kijk, het voordeel wordt dat het zo'n opvallende act is dat Nederland in ieder geval dit jaar niet onopgemerkt het pand verlaat, zullen we zeggen, daar in Moskou. Ze zullen weten dat jullie geweest zijn. En ze kunnen alle drie goed zingen. Falsetto van Gordon is extreem. In ons nummer zit hij heel goed. René Jeroen ook prima zangers. Dus het is een hele bona fide act. En ook een act, zoals wij de toppers kennen, die een beetje over de top kan en mag gaan. Ja. Dus qua show-element kan het ook een hele opvallende... Ik weet niet wat jullie erachter gaan zetten. De vraag is welke jurk trekken we aan. Dat wordt gewoon de vraag. Ja, maar wat ga je doen? Ja, ik denk dat het strapless wordt met een spaghettibandje. Hoe kunnen we nou kiezen voor die nummers? Dat wil ik even weten. Zondag 1 februari het Nationale Songfestival op Nederland 3 uit mijn hoofd. Na Studio Sport, tussen Paul de Leeuw kan heel Nederland stemmen. Oké, goed mannen, dank jullie wel. Succes! Ja, dank je wel. Jij ook bedankt.